orchestra is playing with a professional orchestra. And this is now with the Royal Flemish Symphony Orchestra of Belgium. They are coming to Macau for the New Year concert, and this is a wonderful opportunity. I'm very grateful, because I know this is not easy to mix kids, inexperienced, not professionals, with professional musicians. Gisteren speelden we een concert in Macau en daar hebben we gerepeteerd met het jeugdorkest van Macau. En die deden dat voortreffelijk. En tot concert ook prima gespeeld. Er waren jongeren bij van 12, 13, 14 jaar. En die speelden alles, ik zou niet zeggen beter dan wij, maar zeker heel fijn met die gemusiceerd. En nu zitten we al in de andere stad, Chenjin. In tegenstelling tot wanneer we Europees toeren, dan doen we ons transport zelf met onze eigen vrachtwagen, is dit ditmaal gebeurd via een andere methode. Dus dat is wel een verschil. Wij weten ook niet wat het ondertussen allemaal meemaakt, want we hebben dan wel, maar we toch wel twee bassen, contrabassen die schade hadden. Royal Flemish. Yes? Wat zijn de prijzen? This. Ja? Yeah? No tickets. Had tickets, but the price 480 and 1280. Okay, for the rest is no tickets.
de Minneberg dat we geen ruimte hebben in de bagage. Het is een heel mooi land, maar ook een heel divers land. Heel veel dingen worden opgebouwd, maar er staan ook heel veel verschrikkelijk oude en gammele woningen, hotels. Ons heeft het tot nu toe zijn gelukkig goed verlopen. Met altijd volle zalen en zeer enthousiaste publiek. Zoals u hoort is het toeteren in dit land een soort nationale sport. En wie niet toetert, hoort er niet bij. Maar we zijn zeer blij hier te zijn. Hallo, we spelen vanavond het Sylvester-concert in Zhongshan. Een andere miljoenenstad op ons traject. Het is een heel leuke zaal die goed klinkt. Het publiek is wel altijd enorm luidruchtig en ze komen nog binnen naar het tweede en derde deel alsof het heel gewoon is. Maar voor de rest zijn de mensen wel heel nieuwsgierig, heb ik de indruk. Ik denk dat ze meer komen uit nieuwsgierigheid dan echt om naar muziek te luisteren. Maar ik vind het wel heel boeiend dat ze komen en dat ze geïnteresseerd zijn. En het publiek is heel jong. Er zijn ontzettend veel kleine kinderen die mee naar het startconcert komen. Die staan te dirigeren, die echt aan het genieten zijn. Heel veel jonge mensen, oudere mensen. Een aantal mensen die echt mooi opgedirkt zijn, maar de meerderheid loopt in zijn jeans of zelfs in zijn trainingspak rond. Dus het is een hele losse sfeer. En tijdens het concert is er meer lawaai dan bij ons. Er zijn veel mensen die een beetje babbelen. Mensen komen later binnen, gaan eventueel vroeger weg. Maar in het algemeen voelen we dat het publiek echt enorm geniet. We krijgen ook heel veel applaus. En is het tot nu toe echt wel een groot succes. Hier in Zhongshan is het goedkoopste ticket 80 RMB, ofwel 11 euro. En het duurste ticket is ongeveer 95 euro. Nu zijn zelfs tickets verkocht op de zwarte markt voor meer dan 700 euro. We zijn vanavond in Zhongshan en we spelen voor een uitverkochte en heel mooie zaal. En voor diegenen die er niet bij kunnen, is er iets anders voorzien. Het concert wordt dus uitgezonden op groot scherm en wordt versterkt doorgeseind. Het laatste concert van de China-tournee, het laatste concert in Peking, in de verboden stad. Ik had misschien een beetje een ander soort zaal verwacht, maar ze klinkt wel goed. Een beetje hectisch, omdat we bijna geen repetitietijd hadden, dus we wisten nog niet goed hoe het ging klinken. Maar het ging wel lekker, het laatste concert. Dus dit is een meer officieel concert voor de ambassade, dus het is iets, laten we zeggen, iets gestileerder en iets georganiseerder dan de andere concerten die meer spontaan doorgingen en vaak ook het publiek binnen en buiten lieten gaan tussen stukken of tussen delen van stukken. Dus dit is wel een andere wereld dan het zuiden van China, daar hebben we de echte China gezien en het was bijzonder leuk om ook voor de mensen van het platteland in China iets met een kerst uit Vlaanderen toch iets mensen gelukkig te maken.
dat is wel eigenlijk de belangrijkste ervaring van deze tournee.